PDC. Ja, is wel een man die snel omhoog klimt op de wereldranglijsten. En als hij die vorm van de vloer mee kan nemen het podium op, dan denk ik dat het een hele gevaarlijke klant is. Maar hij heeft dat dit jaar te weinig laten zien. Aan de andere kant, met een goede Grand Slam of darts en een goed WK, zie ik Peter Wright gewoon de Premier League halen. Hij had alvast de 83. Leukste, gezelligste opkomst tot nu toe. Peter Wright. Don't stop the party. 60. In Edinburgh was die, lag het kleuraccent natuurlijk op blauw. In zijn vaderland. 60. En hier is het geel en groen, maar wel weer een blauwe slang. En hier is een rode 180, alstublieft. Hij staat genoteerd. Don't stop the party. Opvallend trouwens. Je zou het niet zeggen, maar het is de eerste keer dat ze tegen elkaar spelen tijdens een televisietoernooi. Ja, op zich is dat ook weer niet zo vreemd, want Wright heeft natuurlijk nog niet zo heel veel wedstrijden op tv gespeeld. Ik heb het idee dat ik al jarenlang naar hem zit te kijken. Ja, het gaat snel, maar nee, het valt op zich wel mee, denk ik. Ja, je weet bij James Wade in ieder geval, die trekt zich weinig aan van zijn tegenstanders, trekt gewoon zijn eigen plan. Ja, die zal niet van tevoren opzoeken hoe vaak heb ik tegen die en hoe vaak heb ik tegen die gespeeld. Wright naar triple 17 en dan mag hij naar Bonsai voor de break op Wade. Gaat ernaast. En dan moet Wade nog maar 130 eraf zien te halen. Ook niet zo 1, 2, 3 gebeurd. Kan nog wel. Ja, oké, okay, naar Bonsai. En hij wel erin. 130 finish voor James Wade. Kan de goedkeuring van Wright, of in ieder geval het respect, wel wegdragen. Maar hij heeft wel alvast een schot voor de boeg gegeven, Peter Wright. Ja, het is toch ook geen toeval dat Wade dan weer zo'n finish uitgooit. Hè? Als het echt moet, dan kun je hem toch wel op een boodschap sturen. Nou, tegen Taylor moest het toch ook in de hoofdfinale van de Masters? Tegen Taylor, op de een of andere manier heeft Taylor die heeft hem gebroken. Daar ja, presteert hij gewoon niet precies, tegen. Precies, want op een gegeven moment was het zover dat hij dacht van ja, als het echt moet kan ik het wel. Maar ik krijg nu toch geen kans meer, dus gooi maar in mijn pet. Ja goed, hij heeft halverwege de wedstrijd gevraagd aan de toernooidirecteur of hij de wedstrijd mocht opgeven. Ja, dat gaat natuurlijk, nou ja, dat is aan tafel al gezegd, ja. Dus laten we maar niet in clichés vervallen. Laten we het maar houden op, als ik dan toch een klein cliché mag gebruiken, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wright na 12 darts op 116. In de vorige leg was dat zo'n finish van 121 waar hij op uitkwam. Toen miste hij de bullseye. Nu mag hij met een triple naar dubbel 18 toe. Of naar tops. Als hij dat wil, dat wil hij. Hij gaat naar tops. Hij mist hem weer. En Wade staat op 160. Dan denk je, dat is ongevaarlijk. Dat denk je dan. En dat kun je blijven denken. Maar op een gegeven moment moet je daar toch mee stoppen.
Zo, daar heeft Peter Wright in de eerste leg een 130 finish om zijn oren gehad. Maar dat was in de leg van Wade. En nu krijgt hij zijn eigen leg 160 voor de kiezer. Eerst om zijn oren, toen voor de kiezer. Maar het doet hoe dan ook pijn. Ja, het gaat de maat over zo. Misschien dat hem dadelijk nog een leg door de neus geboord wordt. Ja, het gemiddelde van Wright is weinig mis mee hoor, 107 gemiddeld. Ja, ik weet wel hoe het komt, maar je gaat je dan toch heel naïef afvragen. Hoe kan het dan dat je 2-0 achter staat? Maar ja, dan hoef je alleen maar even te kijken naar de finishpercentages. 0 voor Wright, 0 uit 2 en 100 voor Wade, 2 uit 2. En dat waren ook twee prachtige finishes. Ja, Wade is dus wel twee keer in de problemen geweest. Weet zich er twee keer met een hele hoge finish uit te helpen. Maar die blijf je niet raken natuurlijk. Nou, je weet het niet. Het lijkt weer een beetje die kant op te gaan. Dat was natuurlijk nog wel even afhankelijk van deze beurt. Wright als eerste weer op een finish. Gaat hij ook vergooien? Wat haalt Wade eraf? Hè? Dat is dan de vraag. Gaat naar de 18 met zijn laatste. Oeh, die mist hij. Ja, nu heeft Wright wel gewoon 6 darts van 161. En kan Wade er ook niet zo heel veel aan doen. Ja, die 184 gaat hij niet uitgooien. Hoor. Nee. Gaat hem niet lukken. Maar ja, Wright gooit er maar 50 vanaf. Dat is te weinig, hè? Daar had hij hem beter weg moeten zetten, Peter Wright. Want nu geeft hij Wade wel degelijk de kans om de druk op te voeren. En die druk is er al bij Wright, want in het achterhoofd van Wright zit ook van ja, hij heeft al twee keer een finish boven de 100 uitgegooid. Als hij twee keer kan, kan hij het ook drie keer. En dus is dat het resultaat. Ja, het is weer een grote mannenfinish 95. Beginnen op de bol. Dat is een enkele, dan een 20. En dan bullseye. En daar kan hij in hoor. Hij kan er tegenaan. En dan vliegt hij er zo in. En daar heeft Wright mazzel. Voor een rebreak. Dubbel 16. Eind er vandaan. Dan maar de dubbel 8. Eind er vandaan. En die zit erin. Ja, daar zat inderdaad iemand boe te roepen. Laat maar waaien, denkt Wright. Niet meer doen. Stoutert. Wright is terug naar 2-1. Ja, Wade die denkt, joh, je moet eens horen hoe ze af en toe tegen mij tekeer gaan. Nou, de Masters was wel spel. Extreem wat ja. Dat betreft. Zo. Nog eentje eroverheen. Het is alweer de 25e dit toernooi. Dat gaat lekker. 95. En? Ja? Hij vervolgt ook nog eens goed. Hij is onderweg naar de 2-2. Naar 6 darts op 181. Maar Wade staat wel met een andere attitude op het podium dan vorige week. Dat is ook wel duidelijk. Zou die nog op audiëntie hebben moeten komen? Na die wanprestatie? Nou, er zal ongetwijfeld het een en ander tegen hem gezegd zijn. Er zal hem ook wel duidelijk verteld worden dat dat niet geaccepteerd wordt. Ja, dat zal hij zelf ook wel weten. Dat neem ik aan in ieder geval. 96. PTU require 100. Voor 2-2. Yes. Kijk eens aan. Zo heeft Wright de 2-0 achterstand helemaal goed gemaakt. Sixteen.
En kan hij er nog een schepje bovenop doen? De deur gaat heel voorzichtig en een heel klein beetje open. 100. Dat is de eerste triple voor Wade in deze leg. Ja, tot nu toe een hele wedstrijd. Dat moet hij het scorend gewoon afleggen tegen Peter Wright. En dan heeft hij zich knap uitgeworsteld met die twee hoge finishes. Maar Wright pompt er ondertussen al zijn derde 180 erin. Ja, 3 keer 180, 4 keer 140 en 5 keer 100. Antwoord is knap hoor van James Wade. Dat moet ook gezegd worden, 174. Dit gaat al niet goed, het wegzetten. Nee, want nu heeft Wade 6 darts voor 167. Nee, twee hele goede beurten van Wright worden gevolgd door twee matige. Dus ligt de bal weer bij Wade. Bullseye. Nee, dan naar de 13. En die wordt ook gemist, ja. Maakt Wade er ook een beetje een potje van. Kan Wright zichzelf toch nog redden met deze 120 om Wade te breken? De Shanghai. Vorige leg gooide hij er 100 af. Heeft hij nu 3 keer 20 nodig? Daar is hij. En dan gaan we helemaal naar boven. Had iets verder naar boven gemoeten. Wade gaat zijn pijlen op hetzelfde vakje richten. Eentje moet een 3-2 voorsprong gaan komen nu. Is het Wade? Het is Wade. En toch de twinkeling in de ogen van Wright. Ja, die houdt ook wel van een uitdaging hoor. Het is de derde keer dat Wade een leg pakt. Het is de derde keer ook dat hij met zijn laatste dart die dubbel gooit. En Wright weet ook dat hij Wade hoe dan ook nog een keertje zal moeten breken in deze partij. Als hij wil winnen. Dat wordt steeds moeilijker. Qua gemiddelde 10 punten meer voor Wright dan Wade. Ja, dat zegt dus tegen Wade helemaal niks. Toch eigenlijk een beetje iemand, James Wade, die gewoon tart met de wetten van het darts. Nou, hij doet het anders. Hij kiest ervoor om niet een hele wedstrijd super geconcentreerd te zijn, maar kiest ervoor om zijn momenten uit te kiezen. En dat moet je kunnen als speler, maar hij kan dat echt heel goed. Weet wanneer het moet, weet wanneer hij dan net dat schepje extra moet doen en dat kan hij dan ook. Ja, hij heeft last van één ding. Ja, daar hebben wel meer mensen last van. Veel telen. Zo heeft ook James Wade voor de eerste keer de score van 180 geproduceerd. En zou het zomaar kunnen dat Wade na deze beurt op een 4-2 voorsprong staat? Of krijgt Wright nog de kans vanaf 79? Of misschien ook niet. Ja, wel. Ja, dan zal Wright ook een keer zo'n grote mannenfinish uit moeten gooien. Onder druk op 79. Triple 19, dan krijgt hij er 2 voor dubbel 11. Oh, en dan mist hij de 19. Ja, dit zijn dingen, dat mag gewoon niet.
Want dan probeert hij nog wel met 2x18, maar je moet die 19 gewoon raken onder druk. Dat het geen triple is, is niet erg. Maar je mag de 19 niet missen. Wade nu naar dubbel 4. Ja. Die toont geen genade. Dat doet hij meestal niet. Als je zelfs Simon Whitlock helemaal gek gemaakt hebt op het laatste toernooi, dan kun je iedereen gek maken. Nou ja, goed, dat is ook wel, denk ik, wat er bij Wright nog net aan ontbreekt. Het laatste stukje, zou ik maar zeggen. Dat is dat hij op de juiste momenten ook de goede dingen kan. Ja, Wright wel weer gewend. Met die 180er, leuke dingen voor het publiek. Leuke dingen voor de mensen. Maar 4-2-8. Hij heeft nou niks meer weg te geven. Hij moet 3 legs op rij winnen nu. Snakebite. Ja, en 2 van die 3 legs worden begonnen door Wade. Het zal een hele lastige opgave worden die hier naar de triple 19 gaat. En dan met een triple 20 170 over kan laten. 96. Dat niet. Ja, er zijn nog wel kansen hoor voor Wright. Heeft het initiatief in deze leg. Iedere keer de beurt die hem richting een goede finish moet brengen, brengt hem naar een hele hoge finish toe. In het voetbal zou je zeggen de eindpaas ontbreekt. Exact. Maar goed, we zijn hier op een darts podium. James Wade gaat gooien voor zijn eerste overwinning op de Grand Slam of Darts 2013. Hij begint goed met de triple 10. Enkele 20 laat de dubbele 10. Boom. James Wade wint met 5-2 van Peter Wright, die wel 4 keer 180 produceerde, maar die heeft daar uiteindelijk helemaal niks aan.